Hallo guys, Job hier, aka de Tuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Vandaag jongens en meisjes heb ik voor jullie weer een nieuwe Minecraft mod showcase. En dit zijn eigenlijk twee verschillende soorten mods in één. Ik heb ze eigenlijk allebei gewoon apart geïnstalleerd, maar ik wil ze in één video voor jullie gaan reviewen, aan jullie gaan laten zien. Ik vind het persoonlijk een heel grappig concept en ik wil er graag met jullie op ingaan. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik jullie natuurlijk eerst even vragen om een blauw duimpje omhoog te doen. Het zou namelijk super awesome zijn als we de 3000 likes op deze video zouden kunnen halen. En dat zou ik gewoon ongelooflijk hard vinden. En ik weet niet of ik nou Minecraft muziek hoor. Als dat nou wel zo is, dan wil ik daar heel graag niks meer van horen. Ik hoor Minecraft muziek terwijl ik de Minecraft muziek heb uitstaan. Jongens, wat gebeurt er met Minecraft? Ik heb werkelijk maar geen idee. We gaan even in Minecraft en we gaan er weer uit. Want jongens, even serieus. Een van mijn grootste irritaties in Minecraft is misschien wel de muziek. Ik heb er echt een hekel aan. Maar jongens, ik heb een hele leuke mod. Ik heb namelijk een manier gevonden hoe je elke soort vijandige Minecraft mob kan spannen in de vorm van een meisje. En dan heb ik het niet over een meisjespin of een meisjesguest. Dan heb ik het gewoon letterlijk over het feit dat het er ook echt uitziet als een vrouw. Een meisje, een chick, hoe je het ook wilt noemen. Daarnaast heb ik nog een mod geïnstalleerd. En die mod die zorgt ervoor dat er allerlei verschillende soorten nieuwe zwaarden bij komen in Minecraft. Niet alleen nieuwe zwaarden, maar ook een hele hoop nieuwe enchantments. Nou, dat is natuurlijk super chill. Laten we gaan beginnen met het spannen van de mob chicks, om het even zo te zeggen. Ik heb ze zelf nog niet gezien. Ik hoop dat het werkt. Ik heb in ieder geval even alle vijandige mobs erbij gepakt. En let's go man. Ik wil even mijn eigen geluid wat zachter zetten. En dan beginnen we met nummer 1. What the fuck? Dit is dus gewoon letterlijk een creeper, hè jongens. Dat is het apart. Het is geen heel andere mob of zo. Het is gewoon letterlijk een creeper. Alleen het ziet eruit als een meisje, als een vrouw. Ze heeft zelfs... Ja, het spreekt best wel voor zich, I guess. Maar ik had serieus niet verwacht dat het zo zou uitzien. What the fuck? Zullen we anders even zo'n zwaard erbij pakken? Ik zou even kijken welke nou echt de allersterkste is. De I-End Sword. De Gladiolus. Wat een rare namen allemaal. En ik zie hier de allersterkste. Maar maakt verder niet uit. Laten we deze erbij pakken, jongens. Ik ben heel benieuwd. Ik zou zeggen, laten we even in Game Mode 0 gaan. En dan laten we kijken of deze vrouwelijke creeper een beetje sterk is. Ik heb een mooi groen zwaard erbij gepakt. Is op zich wel toepasselijk. Dus let's go, man. Zou ze exploderen? Oh, what the fuck? Ze explodeert ook gewoon echt als een normale creeper. Oké, interesting. De volgende, jongens. Dit is dus de skeleton. En deze zouden dus ook uit moeten gaan zien als een vrouw of als een meisje. Oh, wacht even. Time set night. Zo. Oké, daar gaan we. What the fuck? Dit ziet er zo raar uit. Dit is gewoon letterlijk een vrouw met de kleren van een skeleton. Dat is echt... Oké, we gaan er even in Game Mode 0. Dan gaan we even kijken wie sterker is. Jongens, aanschouw de vrouwelijke skeleton. Ze kijkt naar me. Ze is boos. En oh, ze vechten tegen elkaar. Bitch fight. Woe. Let's go. Hey, shit, ik ga dood. Ik ga een beetje dood. Nee. Oh, nee. Oh, nu moet ik al die... Oh, verdorie, nu moet ik al die dingen er weer bij pakken. Of nee, wacht. Misschien liggen ze daar nog. Ik denk dat al mijn eieren daar nog liggen. Want ik had namelijk de opname een beetje voorbereid. Nou ja, prima. Hallo, eieren? Oh, nou, die zijn allemaal weg. Nou, oké, dan doen we even timeset D, hoppakee. En dan gaan we eens even kijken wat we nog meer hebben. We hebben nu namelijk in ieder geval de vrouwelijke creeper en de vrouwelijke skeleton gezien. En dan hebben we natuurlijk nog de vrouwelijke spider, de vrouwelijke zombie, de vrouwelijke slime en de ghast. Ik wil beginnen met de spin. Wat dat? Het is zo'n raar gevoel. Dat als je een spider spant, waarvan je natuurlijk gewend bent in Minecraft, dat hij er gewoon uitziet als een spin. Dat je dan in één keer zo'n chick ziet staan. Dat is echt zo van, huh, what the fuck gebeurt er? Oké, dat is dus de vrouwelijke spin in Minecraft. En dan hebben we hier de zombie. Ik ben ook heel benieuwd hoe die eruit ziet. Oh, die verbrandt een beetje. Maar dat is ook gewoon een meisje. Laten we het heel even nacht maken, speciaal voor haar. Gewoon even omdat we een beetje aardig zijn. Zo. Dit is hoe de vrouwelijke zombie eruit ziet. Ze maakt een beetje een eng grommend geluid. Dus we gaan snel weer naar dag toe. En dan hebben we hier, jongens. Als het goed is. Ik hoop dat die ook werkt bij slimes. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar de vrouwelijke slime, let's go. Oh, what the fuck? Het ziet er zo grappig uit. Ze humpt ook echt zo'n beetje in het rond. Omdat slimes dat natuurlijk namelijk ook doen. Ja, man. Ik vind het hard, man. Ik vind het een leuke mod. Echt, tot nu toe moet ik al zeggen. Het is niet echt een hele functionele mod. Maar het is wel leuk dat het kan, toch? Ik bedoel, gewoon dat je fucking chicks in Minecraft hebt. Het is niet dat je er, zeg maar... Ja, het is gewoon raar, weet je. Het is gewoon apart. Ik wil zeggen, het is niet dat je er opgewonden van raakt. Het zou een beetje een zorgelijke zaak zijn als je hier opgewonden van raakt. Maar het is wel cool. Het is wel grappig dat het kan, oké? Dan hebben we de volgende. De vrouwelijke guest. Oké, die vind ik vet. Die vind ik heel vet. Het ziet er namelijk totaal niet uit als een guest. En als je er zo naar kijkt, heb je eerder het idee dat het een of andere nieuwe mod is. Waardoor er vliegende vrouwen bij komen in Minecraft of zo. I don't know. Maar ja, man. Deze vind ik wel echt heel cool. Laten we een beetje met eentje meevliegen. Dan kan ik het jullie een beetje laten zien. Kijk.
Dat ziet er toch wel super cool uit. Oké, nou, awesome. Dan hebben we nog meer. De vrouwelijke Pikmin. De Enderman, waar ik ook super benieuwd naar ben. De Cave Spider en de Silverfish. Zou de Silverfish ook een vrouw zijn geworden in deze mod? Daar ben ik benieuwd naar. Maar laten we beginnen met de zombie Pikmin. Oh, die is wel een beetje naakt hoor, jongens. Nou, niet helemaal gelukkig, want dan zou het niet op YouTube mogen. Maar het is een beetje op het randje, laten we eerlijk zijn, jongens. Het ziet er een beetje raar uit. Maar, nee, nou, dat kan, weet je. Dat kunnen we niet, ja, het kan. Het is gewoon een vrouwelijke zombie Pikmin. En ze heeft hier twee van die mooie, gouden ogen. Want normaal gesproken droppen zombie Pikmin natuurlijk van die gouden nuggets. Nu de Enderman. Oeh, dit is een beetje zo'n emo chick, I guess. Oh, pff, nou, dat moest ik niet zeggen, want nu is ze weggeteleporteerd. Op, doe maar. Hallo, hoe gaat het met je? Hey, hallo. Loop niet weg als ik tegen je praat. Oh, nou, ze is alweer weg, jongens. Ik moet zeggen, ik vind deze wel iets van de minder... als ik in Minecraft een aantrekkingskracht zou voelen ten opzichte van mobs... zou ik deze een van de iets minder aantrekkelijke vinden. Ze ziet er een beetje donker en mysterieus uit. Maar wel leuk dat die er ook is. De Cave Spider. Ah, die is wel leuk. Wat is eigenlijk het verschil tussen dan de Cave Spider en de normale spider? Daar ben ik wel benieuwd naar. Oh ja, ik zie het. De normale spider die heeft wat langer haar. En de cave spider die is groen en die heeft korte haar. Oké, okay, is op zich wel logisch. Ja, de silverfish. Hier ben ik heel benieuwd naar. Zou er nu gewoon echt een heel klein vrouwtje gespawnd worden? Omdat, ja, de silverfish is natuurlijk wel echt de kleinste vijandige mob in Minecraft. Dus ja, laten we dat eens even gaan bekijken, jongens. Let's go. Oh, what the fuck? Het is ook echt zo gewoon wat ik zei. Het is gewoon een heel klein vrouwtje is het gewoon. Ik moet zeggen, ik weet niet waarom ik zo excited ben voor deze mod. Maar ik vind het op een of andere manier vind ik het wel wat toevoegen aan Minecraft. Het is wel grappig. Hey, Silver. Alleen zo jammer dat ze dan nog wel het geluid maken van die mob. Het ziet er zo raar uit. Zo'n vrouwtje, zeg maar. Zo'n grijs vrouwtje die dan... Dat soort geluiden maakt. Ik weet niet, ik vind het een beetje apart. Ja, cool in ieder geval. Ik vind het wel grappig. Dan hebben wij natuurlijk nog de Blaze. Dan hebben wij de Magma Cube. De Vleermuis, die doet er niet aan toe. De Endermite. De Guardian. En dat waren ze. De Endermite. Wat is een Endermite ook alweer? Oh, nee, die is er niet, jongens. Kijk, hey, ga jij eens even weg daar. Goed zo. Nou, de Endermite die heeft er geen één gekregen. De Guardian. Oh, what the fuck? Dit is zo raar. Je hoort echt zo'n vies fapgeluidje wanneer ze op en neer springt. God bless, dit ziet er... Hallo, hoe gaat het met je? Met mij gaat het helemaal prima. Ja, dit ziet er... dit vind ik wel een beetje raar. Dit ziet er een beetje apart uit. Maar ze horen natuurlijk ook gewoon in het water thuis. Dus bij deze... Wat? Het ziet er zo raar uit. Gewoon ook echt zo één zo'n groot oog in het midden. Oké. Okay. Well, I'm excited. Dan hebben we nu de Blaze. De Blaze vrouw. Oh, die is cool. Ja. Ik geef die een 8. Van alle mobs die ik tot nu toe heb gezien, vind ik deze wel een van de wat coolere. Zo met die rook erboven. Ja, ik vind het wel awesome eruit zien. Nou, de vrouwelijke Blaze dus, jongens. Voor als jullie die nog niet eerder hadden gezien. Ja, de vrouwelijke Magma Cube. Die wil ik ook eigenlijk wel heel graag zien. Dus let's go. Bam. Wow, jij kan hoog springen. Wow, zij heeft ook wel twee hele mooie grote ronde handen. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk bij het springen. Dus ja, ik moet zeggen, dat is wel leuk hoor. Dat is helemaal perfect. Nee, maar ik moet zeggen jongens, ik geef deze mod tot nu toe. Ik moet hem natuurlijk nog even afmaken, want we hebben nog een... Of nee, dat waren ze alweer, of niet? Ja, dat waren ze alweer. Oké, okay, dan kan ik dus eigenlijk nu al wel een becijfering geven. Ik vind sowieso deze het allerleukst. Daar geef ik gewoon een 9,5 voor. Vooral als je ze op het platteland spant. Dus zeg maar niet in het water waar ze thuis horen. Dan hoor je echt zo'n... fapgeluidje terwijl ze alle kanten op springen. Dus ik geef deze mod in zijn geheel geef ik hem een 9. En ik heb eigenlijk bijna nog nooit een 9 gegeven voor een mod in mijn mod showcases. En dat is dus eigenlijk best wel raar dat ik dat er nu wel doe bij een mod die eigenlijk helemaal niet zo heel functioneel is. Maar het is gewoon een leuke mod. Het is gewoon een leuke mod. Wat we even gaan doen is we spannen nu gewoon even een hele hoop van die magma cubes. Zo. En dan gaan we daar eens even tegen vechten met een van de nieuwe zwaarden. Want daar heb ik natuurlijk ook een mod van geïnstalleerd. Met allerlei verschillende soorten nieuwe dingen. Frozen Aspect. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Dus laten we even een anvil erbij pakken. En dan gaan we gewoon eens even kijken hoe dat nou eigenlijk allemaal zit. Nou, bij deze doen we even... dat is een nieuwe enchantment. Frozen Effect. En dan noemen we een beetje koud. Zo, dat is wel een leuke naam, jongens. Beetje koud. Is niet echt een hele logische naam. Maar ja, maakt niet uit verder. Oké, okay, wat hebben we nog meer? Endermites, die doen niks. Nou, spannen nog echt een hele hoop van deze beesten. Pakken we wel heel even wat goede armor erbij. Want ik wil natuurlijk niet doodgaan zo direct. En dan, ja jongens, dan ben ik eigenlijk best wel excited, to be honest. Om even te gaan vechten met dit nieuwe zwaard. Dus let's go, man. Ik hoop dat jullie ready zijn. Ik pak nog even wat golden apples erbij, want ik heb er wel echt een hele hoop gespand. Zullen we ook nog even wat zombies? Of nee, laten we al wat pigments. Pigments zijn wat moeilijker. Zijn ook lekker naakt. Oh, dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik niet gezegd. Zo. Zijn jullie ready, jongens? Game mode 0. Nou, daar komen ze, hoor. Nu zijn er rapen gaar. Nu zijn... Wat gebeurt er? Kijk, dit zijn natuurlijk magma cubes. Dit is een frozen zwaard.
Dus dat doet natuurlijk hartstikke veel damage. Ja, dat dacht ik al wel. Kijk, het is gewoon één klap en ze zijn dood. Hier, pigments. Bam. Oh, nee. Ik heb een hele groep met bitches. Oh, nee, niet bitches. Met meiden achter me aan. Boze meiden. Dat mag je niet gelijk bitches noemen. Joh, dat is niet aardig. Oké. Kijk, ja, ik moet zeggen, jongens, van 1 tot 10 nogmaals. En 9. Hé, ga eens even weg, jij. Er wordt zomaar te hulp geschoten bij die vrouwen. Bij die pigment vrouwen. Komen er in één keer van die pigment of van die magma vrouwen bij. Ik vind het een leuke mod. Ik kan niks anders zeggen dan dat ik dit een leuke mod vind. Ik vind die guardians vind ik er het allergrappigst uitzien. Die zijn echt van die vrouwelijke rare guardians. Ziet er echt super raar uit met één zo'n oog. Maar die zwaarden zijn ook episch trouwens. Laat ik daar ook nog even een cijfer voor geven. Daar geef ik een 7,5 voor. Is wel leuk, al die nieuwe zwaarden. Maar ik denk dat ze op zich in Minecraft niet zozeer nieuwe zwaarden zouden moeten toevoegen. Maar toch wel nieuwe mobs. Er zijn op zich best wel ja, genoeg wapens. Nieuwe mobs zijn er ook wel genoeg op zich. Maar ja, het is natuurlijk wel wat spannend om nieuwe monsters in Minecraft toegevoegd te zien worden. Dus jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. De support afgelopen tijd is amazing. En daar ben ik jullie natuurlijk hartstikke dankbaar voor. Dus ben je nog geen abonnee van mijn YouTube kanaal? Abonneer je dan snel. Doe even een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Adios.